Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het Primair Onderwijs. Een podcastserie voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoekers aan het woord. Over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong, leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Ton Klein, directeur van Oberon Onderzoek en Advies. Hoi Ton, goed dat je bent. Goedemorgen. En Jan Meffert, naast jou, coördinator verlengde leertijd aan de Hugo de Groot School in Arnhem. Hoi Jan. Nou, wat ontzettend fijn dat jullie er zijn. We duiken er meteen in. We gaan het in deze podcast hebben over leertijduitbreiding. Jan, ik wilde bij jou beginnen. Leertijduitbreiding, waarom is dat vandaag de dag een actueel thema? Actueel is het zeker, omdat vanuit het ministerie dat er extra mooie middelen voor zijn. Anderzijds, leertijduitbreiding is voor kinderen in de wijk waar deze school staat, waar ik werk. De Hugo de Grootschool, die staat in het Arnhemse Broek. Dat doen we in een school in een aandachtswijk. Deze kinderen hebben al een achterstand als ze op school komen. En leertijduitbreiding, denk ik, is een van de middelen om de achterstand te verkleinen. Als we het hebben over kansengelijkheid, kansongelijkheid, is leertijduitbreiding een heel goed middel daarvoor. Duidelijk. Als ik meer lees over het thema leertijduitbreiding op de website onderwijskansen.eu, dan staat hier het volgende. Bij leertijduitbreiding gaat het om extra tijd voor leerlingen om een bepaalde activiteit aan deel te nemen. Meestal is het doel om leerlingen te compenseren die van huis uit een geringere input krijgen. En in de praktijk treffen we verschillende vormen van leertijduitbreiding aan, zoals schakelklassen, verlengde schooldagen en zelfs weekend- en zomerscholen. En naar de opbrengsten van activiteiten in het kader van leertijduitbreiding is onderzoek gedaan. En we onderscheiden dan grofweg twee categorieën of invalshoeken. Dat zijn activiteiten waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van, jij zou kunnen zeggen, de basis, taal- en rekenvaardigheden. En activiteiten die ook gericht zijn op het ontwikkelen van andere doelen, zoals de ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociale competenties en maatschappelijke betrokkenheid bijvoorbeeld. Nou, dat staat natuurlijk prachtig, Ton. Zou jij ons eens kunnen meenemen, bezien vanuit de rol van onderzoeker en de stand van zaken is schetsen? Waar staan we nu rondom die twee toch ook wel grote actuele thema's? Ja, als je naar onderzoeksliteratuur kijkt, overigens is het iets wat al langer speelt. Hè. Het is eigenlijk, dan gaan we even terug in de tijd, maar toen Maria van der Hoeven minister van Onderwijs werd. Dat was ongeveer rond 2006. Toen is er ook gestart met het fenomeen schakelklassen. En dat was eigenlijk, was dat ook verlengde leertijd. Er waren eigenlijk drie varianten. Een verlengde schooldag, dus dat je langer naar school ging. En ook nog in de zin van voorschooltijd dat er dingen werden aangeboden. Ja. Wat we eigenlijk zien bij die schakelklassen, die hebben een heel erg expliciet doel. En eigenlijk maakt dat ook wat je voor ogen moet houden. Wat is het doel van die leertijdsverlenging? Ja. En dat is ook alles bepalend voor of het ook effect heeft of niet. Je zei al eigenlijk een tweedeling. Je hebt gericht op basisvaardigheden, taal en rekenen. Nou, daar is die schakelklasse een voorbeeld van. En daar zie je eigenlijk over het algemeen wel veel positieve effecten, mits je aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Mm-hmm. Daarnaast heb je een hele grote groep initiatieven die meer op verrijking, dus bijvoorbeeld om dingen leerlingen ergens mee in aanraking te laten komen, waarvan ze uit hun thuissituatie niet zoveel mee in aanraking komen. Ja. Of meer gericht op zelfvertrouwen. En daar zie je, daar zijn de overtuigen wat minder overtuigend, effecten minder overtuigend gevonden. Wat ook alles te maken heeft dat ook veel lastiger te meten is, omdat dat wat diffusere onderwerpen zijn. Ja, kom je eigenlijk te maken met verschillende variabelen en ook in je onderzoeksopzet lijkt me dat nog wel een uitdaging. Ja, zeker. Ja. Daar heb je daar komen we denk ik zo nog wel over te spreken. Ja. Maar het is ook belangrijk hoeveel tijd je ergens aan besteedt. Ja. Het begint dus eigenlijk met wat voor doel heb je voor ogen met die verlengde leertijd. Ja. En dan vervolgens overeenkomstig die doelstellingen met een aantal randvoorwaarden moet je dan kijken hoe je dat inricht. En dan heb je de meeste kans op succes. Het is een mooi concept ook verrijking, Jan. Hè? Dus dat is ook dus meer doen dan alleen de basis. En dus ook in zekere zin in aanraking laten komen met een grotere wereld. Ja, nou, ik kan er ook wel een mooi voorbeeld van geven. Zeg maar op de school waar ik werk hebben we bijvoorbeeld een verhalen vertellen die met kinderen woensdagmiddag na schools met kinderen bezig is met taal. Hè, men leest een verhaal, hij vertelt een verhaal en daarna gaan kinderen zelf bezig met hun verhaal. Oh ja. Dan ben je zo alleen maar met taal bezig. Hè, en dan is kinderen
Ik bedoel, als je zou zeggen tegen kinderen, we gaan deze middag alleen maar met taal bezig zijn, dat is het niet. Maar men maakt een verhaal. Ze hebben een boekje, ze knutselen, ze tekenen, maar men is alleen maar met taal bezig. Nou, dat is een mooi voorbeeld van dat je dus in de verlengde leertijd dus heel specifiek ook dat soort activiteiten kunt doen. Mooi. Maar dan moet je het geen taalles noemen natuurlijk, maar nee. Nee, dan zeg ik gewoon verhalen maken, zou je verhalen kunnen zeggen. Maken, taal is dan een logisch gevolg. Ja, ja. Maar dan las ik op de website, en Ton, jij zei er al iets over, dat onderwijsongelijkheid geen nieuw verschijnsel is. En dat eigenlijk al jarenlang een punt van aandacht is. En dan wordt de oorzaak bijvoorbeeld gezocht in de gezinsomstandigheden. Ik zat toen te denken, van, zou je niet kunnen zeggen dat onderwijs juist bedoeld is om elk kind sowieso gelijke kansen te geven? Zou dat met andere woorden niet al gewoon in die onderwijssetting moeten plaatsvinden? En is uitbreiding dan eigenlijk wel nodig? Nou ja, goed, alles begint natuurlijk met goed onderwijs. Hè? Dus dat vooropgesteld. Ja. Maar volgens mij gaf Jan dat ook al aan. Je ziet dat er heel veel leerlingen met zo'n achterstand soms het onderwijs al betreden. Ja. Dat ondanks zo'n hele goede leerkracht die heel goed kan differentiëren. Dat dan de beschikbare tijd nog niet voldoende is, zeg maar. Om datgene aan te leren wat je eigenlijk zou willen. Ja. Je hebt ook de voor- en vroegschoolse educatie. Die daarvan is ook dat als je in groep 1 start, dan hebben leerlingen al zo'n achterstand. Dat halen ze niet meer in die 8 jaar. Dus moet je al voor die school beginnen met daar extra aandacht aan te besteden. Ja. Nou, zo moet je denk ik eigenlijk ook onderwijstijdverlenging zien. Zoals iemand als Kees van Nooy altijd wel zei van als je gelijke onderwijstijd biedt voor iedereen, dan creëer je ongelijkheid. Dan creëer je kansenongelijkheid. Want er zijn nou eenmaal leerlingen hebben daar langer voor. Sommige leerlingen hebben langer nodig, net zo groot als leerlingen zijn, die het veel sneller kunnen. Ja. En dat kan je voor een deel natuurlijk met differentiatie oplossen, maar niet alleen. Nee. En daarvoor heb je dus denk ik ook die uitbreiding van onderwijstijd nodig. Ja. Jan, deel je dat, die mening? Ja, nee, ik deel die mening ook. Hè? En als je ook kijkt naar in de Hugo de Grootschool, ik had het dit weekend uitgerekend. Ik moet een evaluatie schrijven voor de geldverstrekkers. En dan heb ik dus uitgerekend hoeveel uren hebben we nu. En ik heb nu 30 uur over de week, 30 uur leertijd verlengen. Hè? Dat is gemiddeld elke dag 4-5 uur. En natuurlijk, dat doen niet alle kinderen mee. Maar van de 220 kinderen op de Hugo de Grootschool doen er 160 of 180 kinderen mee aan leertijdverlenging. Dus dat is zowat voor iedereen. Maar het is ook iets wat ouders ook inspireert om, kijk, een ouder zegt, hey, mijn kind doet mee aan de leertijdverlenging architectuur of aan kunst. Het inspireert ouders ook van, hey, dit gebeurt op deze school. En het geeft ook een sfeer van deze school is, weet je, je staat helemaal in de samenleving of je doet van alles samen. Ik denk ook dat het voor kinderen het leren op school ook leuker maakt. Dat is een ding wat helemaal niet te meten valt natuurlijk. Maar kinderen gaan denk ik met meer plezier naar school als ze weten aan het eind van de dag, doe ik ook nog dit of ben ook nog dat aan het doen. Druk ik even op belletje. Ja. Want ik vind het een interessant onderzoeksconcept. Hè? Kinderen gaan leren leuker vinden. Hun ouders raken ook geënthousiasmeerd. En we hebben het belletje om even expliciet de brug te slaan met onderzoek. Als je het zo hoort, Ton, en is deze redenering ook te onderbouwen? Kan je daarmee uit de voeten met zo'n Ja, zeker. Ja, zeker. Maar ik denk dat het wat belangrijk is dat ook die connectie er is met wat er gewoon in de gewone schooldag gebeurt. Hè? Ja. En dat is helaas, zie je dat ook met heel veel initiatieven, hoe goed bedoeld dan ook, dat er allerlei leuke verrijkingsactiviteiten worden georganiseerd, maar dat die niet een verbinding hebben met wat er in de klas gebeurt. Misschien mag ik het voorbeeldje al noemen. Hè, maar wat ik bijvoorbeeld een heel sterk voorbeeld vond van een zomerschool in Amsterdam. Daar leerden leerlingen tijdens het woordenschat, gewoon tijdens de reguliere les, wat een beerput was. Ja. En vervolgens gingen die leerlingen 's middags, dat was in de tijd, het is al even geleden, toen was nog de Noord-Zuidlijn werd gegraven, hè, in Amsterdam. Dus de hele stad lag overhoop. En dan gingen die leerlingen, die gingen met die leerkracht 's middags naar een opgravingsplek waar ze naar de rand van een beerput stonden. Echt een beerput uit de middeleeuwen. Ja. Nou ja, zo'n kind die vergeet van zijn leven niet meer wat een beerput is. Dus het is heel belangrijk. En ook dat je er daarna, als je weer terug bent in de klas, dat je er daar nog even over, wat zat er dan in die beerput? En wat voor voorwerpen zag je daar dan? Het verbonden is aan het gehele onderwijsproces. Precies. En dat is eigenlijk een belangrijk punt wat je hier maakt. Jan, je zit met je vinger omhoog. Je wil wat aan toevoegen. En dat kan, hè, dat kan als je tussen, hè, vaak worden verlengde leertijdactiviteiten gedaan door vakkrachten. Hè, en dan heb je al een verschil tussen een leerkracht en een vakkracht. Want als de vakkracht begint om 2:45, dan denkt de leerkracht, ik ben er even niet, het is wel goed geweest. Maar ook leerkrachten kunnen in het verlengde leertijdprogramma activiteiten doen. Hè? Ik heb op de Hugo de Grootschool is nou een leerkracht. Die geeft dus wiskunde, rekenen op woensdagmiddag voor
voor kinderen als leertijdverlengingstijd op de vorige school waar ik werkte, waren iets van 10 of 12 leerkrachten die dus in dit programma na schooltijd ook werkten. Ja, precies. Men had daar ruimte voor. Heeft op school een naam, weet je wel. In je takenpakket moet je daar gewoon ruimte voor maken. Dat is een keuze, hè? Dan maar iets minder uitbundig Sinterklaasfeest of dan maar iets minder dit. Ja, je zegt wel, dan moet je wel goed kiezen met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet, hè? Dus dat als je dus hebt over verbinding tussen school, in school en na school, is dat de meest ideale verbinding. Dat leerkrachten gewoon ook na school actief zijn. En dus inderdaad in schooltijd praten over, archeologie. Maar na schooltijd dus ergens in de grond gaan zoeken en graven. Ja. Jan, ik wil nog een andere vraag aan jou stellen. Je zei in het begin, gelijke kansen. We moeten ons realiseren dat kinderen ook uit andere milieus komen. En dat ze soms met een achterstand op die school binnenkomen. Ja. Zonder individuele voorbeelden te geven. Zou je iets kunnen zeggen voor de luisteraar wat jullie meemaken dan? Wat jullie school inkomt en waar je rekening mee hebt te houden. Als je dus eigenlijk kijkt naar je leertijduitbreiding en bijvoorbeeld je staande curriculum, om het zo te zeggen. Ik vind het heel belangrijk dat de ouders erbij betrokken zijn. Hè? Voor ouders is school vaak van, ik zet ze over de drempel en klaar, weet je wel. Maar het is wel de betrokkenheid van ouders. Zowel bij het programma, zowel ook bij school natuurlijk, maar ook in het naschoolse programma. Die ouders moeten er heel erg betrokken bij zijn. En dat ook heel erg voelen dat kinderen daar dingen leren en dat het niet voor de lol is, maar dat daar ook dus geleerd wordt. En bijvoorbeeld in leertijdverlenging is het heel normaal, tenminste bij mij dan, dat je start met een informatiemarkt voor ouders van wat is het, dat we halverwege een tussenpresentatie hebben, dat het eind nog een keer een presentatie, dat de ouders weten wat kinderen doen op school. Maar zeg je daarmee ook dat je in zekere zin ook actief bent om die ouders ook op te leiden en op te voeden, klinkt even, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar om ze mee te nemen in die onderwijsfilosofie. Dat ook iets is waar je in het begin echt rekening mee moet houden. Als je die betrokkenheid van ouders mist, dan heb je ook een schakel minder. Dan heb je niet de schakel van school na school, maar de schakel met thuis, met de wijk, is gewoon super belangrijk. Weet je wel? De wijk of ouders moeten ook het gevoel hebben van, hé, mijn kind leert hier iets. Ook een hele praktische component erbij. Hè? Je hebt ook het commitment van de ouders nodig. Want leerlingen gaan vaak na schooltijd gaan ze nog extra dingen doen. Terwijl ze dan misschien normaal ook, sommige kinderen dan ook naar een sportclub gingen of weet ik veel wat. Dus het is ook belangrijk om ouders echt, dat ze zich ook daaraan committeren. Ja. Hè? En er is ook een redelijk bekend initiatief, de Brede Schoolacademie. Hè? Wat ook heel succesvol is gebleken. Dat werd toen, misschien zou je dat nu niet meer zeggen, maar dat werd toen als een soort Ajax van Utrecht te zien. Hè? Dus daar mocht je alleen naartoe als je echt potentie had om in een jaar tijd naar een hoger niveau uit te stromen. Hè? Ja. Dus leerlingen bijvoorbeeld die misschien wel HAVO of VWO potentieel hebben, maar vanwege een taalachterstand dat niet kunnen. Maar daar werd ook heel nadrukkelijk aan ouders, ik wil niet zeggen een contract, maar daar moesten ouders echt wel voor tekenen. Als je veel tijd en energie ook van leerkrachten vraagt om daar lessen voor te bereiden, goede lessen te geven. En ze zeggen, dat is dan een programma waar je een jaar lang elke woensdagmiddag daar naartoe gaat. Ja. En extra tijd krijgt en echt effectief onderwijs. Dan wil je niet dat ze na 3 weken zeggen, we gaan nu toch even wat anders doen. Ja, precies, dat is het punt wat Jan ook aanhaalt. Ja, en dan is het ook goed, want dat was ook een van de succesfactoren van die Brede Schoolacademie, dan is het ook goed dat je er een soort drempel op werpt. Van jongens, we willen wat investeren in je kind, maar dat vraagt ook wat van jullie. Ja. Dat betekent ook dat je je daaraan moet committeren. En dan gaan we er met z'n allen wat van maken. Heel duidelijk. Ja. 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 Mooi, ik zou naar een volgend voorbeeld willen gaan over leertijduitbreiding. Ik las iets over pre-teaching. Even kijken, Tonne, als je dat woord zo hoort, welke beelden heb je daarbij bij pre-teaching? Zou je dat eens kunnen introduceren? Ja, ik heb in de periode van 2009-2013 was ik projectleider van een groot landelijk project op het gebied dat heette toen nog onderwijstijdverlenging. We hebben zien die term heeft verschillende hoedanigheden gehad. Ja. Maar daar was een voorbeeld dat was in Gouda, waarvoor ze hebben voor gekozen om inderdaad, dat is eigenlijk ook een soort leertijduitbreiding, waarbij leerlingen eerder naar school kwamen, al om 7:30. En waarbij in een klein groepje leerlingen, het verhaal was dat er was een leerkracht en die vertelde, die geeft een instructie bij rekenen. En de meeste leerkrachten zullen wat herkennen. Dan heb je een aantal leerlingen, dan zie je al de vraagtekens boven je hoofd. En dan denk je al, oh jee, hoe ga ik dat straks uitleggen? Ja. En daar zijn we toen gaan beginnen met, als je die leerlingen nou eens eerder naar school gaat, dat je ze eigenlijk de les al een keer met ze bespreekt. En dat ze daarna die les gaan volgen.
En het leuke was dus dat het eerst waren leerkrachten vrij sceptisch. Die, ja, die leerlingen komen niet, want ja, die gaan niet zo vroeg hun nest uit. Veel te vroeg. Die leerlingen stonden eerder nog op school dan die leerkracht zelf. Ze zaten in een andere setting dan normaal. En je merkte tijdens de les, ze hadden het begrepen, die konden nu ook een keer een vinger opsteken. Ja. Waar ze normaal dat vraagteken boven hun hoofd hadden, konden ze nu zeggen, ze snapten hoe het zat. Dus dat was zowel voor die leerlingen een hele goede ervaring, maar ook voor die leerkrachten. Ja. Want die kregen toch ook weer een ander beeld van zo'n leerling. Die dachten, nou ja, dus die super gemotiveerd, 's morgens vroeg daar al zaten. Dus ja, dat was heel effectief. Bleek dat. Maar en Jan, als je het zo hoort, doen jullie iets vergelijkbaars? We gaan denk ik zoiets vergelijkbaar doen. Hè? Wat tegenwoordig ook helemaal actueel is van schoolontbijt of schoollunches. Hè? De grootschool, we gaan schoolontbijt aanbieden. En wat je nu heel veel ziet in klassen, als kinderen lunchen in de klas of tussen de middag eten, hè, als ze op school blijven, dan staat vaak een digibord aan, dan staat het jeugdjournaal of een filmpje. Nou, dat is dus niet zo. Hè. Ontbijt begint dadelijk misschien een 10 minuten of een kwartiertje eerder, maar dan gaat de juf of de meester gaat voorlezen. Hè. En dat betekent dus dat ontbijt ook lestijd wordt. Hè? Er wordt gewoon gelezen, er wordt voorgelezen, staat geen tv aan. Nee, geen scherm in ieder geval. Geen scherm in ieder geval aan. Hè? Er wordt gewoon een boek voorgelezen. En als voorbeeldje van, ja, het is misschien een kwartiertje vooraf en het is niet helemaal pre-teaching zoals bedoeld, maar probeer bijvoorbeeld, hè, probeer dus het ontbijt ook zo effectief mogelijk in te richten. Nee, want jullie hebben dus nog een extra uitdaging. Dat gaat dus over dat kinderen ook met een gevulde maag aan de dag beginnen. Ja, en ook weer naar huis gaan. Dus dat is niet leertijduitbreiding, maar wel een thema waar je wel mee te maken hebt. Of ik zie je twijfelen. Ja, of het leertijd, ja, misschien niet direct leertijduitbreiding, maar je wil wel dat alle kinderen dezelfde kansen hebben. En het is al toch wel duidelijk dat als je met een lege maag of niet goed gegeten, niet goed met een ontbijt naar school gaat, dat je al. Je concentratie in de klas dus ook minder is. Dus het idee van, een goed ontbijt, maar dan wel even gecombineerd met gelijk maar even lezen erbij. Ja. En als ik daar nog maar aanvullen, als je dus dat echt goed effectief wil doen, dan moet je dus zorgen dat je niet zomaar een boek voorleest en vervolgens dan iets heel anders gaat doen. Maar probeer dan ook iets voor te lezen wat nog steeds leuk is, maar wat je dus ook weer laat terugkomen in je les. Ja. En dan misschien ook nog weer na schooltijd. Ja. Een rijke tekst verbonden aan je wereldoriëntatiethema. Toch weer even met dat Beerput-voorbeeld, wat ik noemde in Amsterdam. Die leerlingen die naar die zomerschool kregen, die kregen ook allemaal bij het start van de zomerschool een boek. En dat ging over hoe leefde je als kind in de middeleeuwen. Ja. Dat was het centrale thema. Dus als je nou bijvoorbeeld zo'n boek dan leest en je leest doet het en dan de woorden die in dat boek komen, doe je tijdens je woordenschatles en vervolgens ga je na schooltijd op stap en dan ga je op zoek naar een beerput. Dan verbind je het ook echt aan elkaar. Dan heb je echt, dan wordt het zo, en dan blijft het nog steeds leuk, hè? Maar dan wordt het extra krachtig. Ik zie Jan 30 jaar. Ik denk ook, hè, dat is wel super en heel effectief en heel krachtig en dan heb je inderdaad het ideale. Maar Jan, je vertelde ook dat jullie wel 80 kinderen uit een AZC lesgeven. Ja, kan je daar iets meer over vertellen? In Arnhem zitten een aantal hele grote AZC's. Hè? En een daarvan is het AZC Eldehoeve. En dat is een stukje verder, een andere wijk. Kinderen komen elke dag met de bus. En ook deze kinderen doen mee aan het verlengde leertijdprogramma. Dat betekent dat in taal het voor de vakkracht, de leerkracht, even iets moeilijker is. Maar deze kinderen die willen ook gewoon meedoen met architectuur of met kunst of dat soort dingen. Dus, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En je ziet dus ook dat ouders, noem het multicultureel, maar dat ouders dus dat kinderen dus met verschillende culturen met elkaar in aanraking komen, want in een normale klas, alle AZC-kinderen zitten normaal eigenlijk in aparte groepen. Hè? Maar voor dit verlengde leertijdprogramma doen ze samen dus een activiteit. Ja, dat past wel bij een inclusieve samenleving, dat je ze ook dat je ook samen met elkaar daar waar het kan, samen leert en samen ontwikkelt. Ja. Nou, een van de dingen bijvoorbeeld, aan het einde van elke verlengde leertijddag, op dinsdag en donderdag bijvoorbeeld, is er altijd een gezamenlijk eten met elkaar. Dus alle kinderen die al mee hebben gedaan, die zitten dus samen te eten. En dan is gewoon iedereen door elkaar. Leerkrachten erbij, vakkrachten bij, alle kinderen door elkaar. He, dat is ook dat je samen gewoon dingen doet. Dat is een mooie ja. Ik wil nog even op het belletje drukken, want wat ik me afvraag, Ton, is hoe lang moet je nou leertijduitbreiding doen voordat het werkt? Wat weten we uit onderzoek daarna? Je hebt al een aantal belangrijke punten gezegd over verbind het aan je curriculum, hè? Zorg niet dat het losse activiteiten zijn. Kijk ook naar die leefwereld vergroten, behalve die basisvaardigheden. Maar ja, is er iets te zeggen over termijn? Kan je in 2-3 weken al effect hebben?
Nou ja, dan begin ik met wat ik in het begin zei. Het hangt alles af van wat je doel is, wat je focus is. Ja. Ik noem die als voorbeeld als je, wat een op een gegeven moment opgang heeft gemaakt, is de zomerscholen tegen zitten blijven in het voortgezet onderwijs. Ja. Waarbij je gewoon, als je net een onvoldoendetje stond voor een vak, dat je dat, dan kan je dat in korte tijd bijspijkeren. Dan is een korte tijd is prima om zoiets te bereiken. Wil je echt, waar we het nu vandaag ook over hebben, leerlingen die echt een behoorlijke achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen bijspijkeren. Nou, met het meest als extreme voorbeeld. Misschien wel de AZC-kinderen die helemaal het Nederlands niet machtig zijn. Nou, dan moet je, dan weten we uit onderzoek, dan moet je niet, dan is 1 of 2 of 3 weken is niet genoeg. En dan moet je echt een substantiële hoeveelheid tijd. En nou ja, er zijn niet hele keiharde maten, maar je moet toch wel, zoals Jan eigenlijk ook al aangeeft, dan moet je toch aan, zeg maar zo'n 4 tot 6 uur per week, daar moet je dan aan denken. Dus, ja. dus dan heb je het echt over, bijvoorbeeld als even de klassieke schooltijd tot 3 uur, dat je dan zeker 3 à 4 keer per week, 1,5 uur lang extra doorgaat. En dat moet je dan ook een tijdje volhouden, dus echt wel een jaar. En dan zie je ook, met allerlei andere randvoorwaarden waar we het eerder over hadden, goede leerkrachten, goede verbinding tussen wat er wat naschools gebeurt en onderschooltijd. En dan zien we inderdaad, bijvoorbeeld schakelklassen, die zijn echt bewezen effectief gebleven. Of die brede schoolacademie waar ik het eerder over had. Maar dat hangt er dus echt. Ik ken ook initiatieven waar ze een kwartiertje per dag extra doen. Nou ja, alles helpt een beetje, maar daarvan weten we ook, dat is niet echt effectief. Nee, goede intentie, maar wees je bewust van dat het dus echt wel tijd kost. Jannes, je moet wel tijd, het vraagt een lange adem. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat lang volhouden? Ik vind het ook voor een deel maatwerk is. Hè? Maar dat is ook keuzes maken. Ik bedoel, op de andere school hiervoor waar ik werkte, deden bijvoorbeeld een damcursus, weet je wel. Maar ik kan me niet voorstellen nu in deze situatie dat ik mijn kinderen een heel jaar lang een damcursus gegeven. Ik denk niet dat kinderen dan volhouden. Dus dammen doen we nu niet. Weet je wel, van je moet ook dan de keuzes maken van wat werkt, wat kan en wat is haalbaar. Ja. Ik probeer, we hebben nu de serie zo lang mogelijk, nu van zomer tot kerst. Maar ik denk ook dat uiteindelijk we gaan proberen om het een heel schooljaar te doen. Hè? Dus bijvoorbeeld geef je op voor, architectuur. Ja. Dat is gewoon een heel schooljaar. Dat vraagt toch wel wat van de vakkracht. Want dat is niet meer 3 weekjes, 4 weekjes en ach, we gaan eens een keer naar een museumtje kijken en dit en dat. Nee, dat is dus een heel lesprogramma en dat vraagt heel veel van een vakkracht, hè, om dat zo heel goed te doen. Dus daar waar het kan, daar waar het maatwerk kan, wil ik eigenlijk het liefst een heel jaar een activiteit. Een heel jaar. Ja. Maar dat kan niet bij alles. Nee, dat kan niet bij alles. En vandaag de dag gaat het natuurlijk ook al snel over lerarentekort. En heb ik wel genoeg mensen? Hoe breng je dat samen? Maak jij daar ook zorgen om? Of zeg je van nou? Nou, wat ik net zei in het begin, het allermooiste zou natuurlijk zijn als leerkrachten zelf dit na schooltijd gaan doen. Hè? Ik heb een aantal hele goede vakkrachten en die wil ik heel graag houden. En het is heel moeilijk inderdaad om mensen te vinden en om de vakkrachten te vinden die dit kunnen. Hè? Van een heel jaar lang dat doen. Maar ja, vooralsnog lukt het. En je merkt ook wel dat de concurrentie al gaat komen tussen scholen. Want bedoel, in Arnhem is bekend dat er dus extra geld komt voor de verlengde leertijd. Dus er gaan meer scholen zoeken naar vakkrachten. Dus dat is jammer. Maar daar zullen we nog iets van afstemming moeten vinden. Misschien het thema voor een andere podcast. Hè? Hoe je niet in die concurrentie valt trapt, maar elkaar juist gaat opzoeken in samenwerkingsverband. Ja, dat zou heel goed kunnen. Want als je een vakkracht hebt gehad die een half jaar lang kunst heeft gedaan, zou heel mooi lang daarna een anderhalf jaar naar een andere school. Je neemt de kennis, de vaardigheden, neem je mee. Ja, ja. Maar daar zit toch wel iets in, hè? De kwaliteit van degene die de les doet. Ja. 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 Tom mee eens? Ja, zeker. Ja. We weten ook, ik heb in het verleden ook wel wat onderzoek gedaan naar brede scholen, hè, waarbij bijvoorbeeld heel erg lastig is als je dan dus mensen inhuurt bijvoorbeeld kunstenaars of sportleraren. Maar je bent niet hun werkgever. Hè? Dus dan als je op een gegeven moment ziet dat zo'n vakleerkracht misschien wel heel goede kunstenaar is, maar pedagogisch didactisch niet zo sterk is. Ja. Hoe ga je dan zorgen dat zo iemand ook pedagoog, en als je dan dus niet als werkgever de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert, dan ben je dus afhankelijk van die misschien ook andere eisen stelt. Dus hoe stuur je dan op de kwaliteit? Precies. Dus dat blijft. Ik weet niet hoe dat bij Jan wordt opgelost, maar dat blijft dus. Dat is wel een aandachtspunt. Hè? Ja. Want een goede kunstenaar of een goede sporter is niet ook een goede docent. Nee. Jan?
Wat ik vroeger wel deed, is via stichtingen of organisaties mensen inhuren. Via kunstbedrijven of weet je wel. Dat doe ik dus. Ik huur ze nu zelf in. Ik wil niet meer via organisaties. Ik wil direct de ZZP'er, die is in dienst bij mij. En niet via een organisatie ook nog. Want dan heb je inderdaad dat je dus niks kunt... Ja, dat het contact veel moeilijker is. En dat, ja, maar mijn organisatie of mijn stichting vindt dit. Ja. Nee, je werkt hier op deze school. Wij bepalen... Ik heb je doelen. Wij bepalen wat jij doet. En als wij zeggen dat er een training is... of dat er een cursus, ED of Michiele concept, wat deze school is, dan moet je daar gewoon naartoe. En dan moet je niet zeggen, ja, maar nee, wij bepalen het doel en wij bepalen de kwaliteit. Ja. Ja, ik kan me dus ook voorstellen dat dit ook een soort reflectie is op hoe organiseren we onszelf eigenlijk, hè, in deze tijd, waar steeds meer mensen ondernemen, waar samenwerkingsverbanden ontstaan, regionale allianties, dat je eigenlijk ook opnieuw moet definiëren. Nou, met dit soort vraagstukken van verlenging van onderwijstijd, ja, wat vraagt dat eigenlijk in de structuur en het klinkt een beetje governance, hè, de aansturing en de verantwoording. Hey, en ik las ooit een keer een paar jaar geleden een boek, dat heette What You Believe But Cannot Prove. Dus waarvan je gelooft dat het werkt, maar wat je nog niet kan bewijzen. Jan, wat zijn nou wat jou betreft, als je zo die titel hoort, de dingen van leertijduitbreiding waarvan jij zegt, ja, voor mij persoonlijk vind ik dat echt werkt. Ik kan nog niet bewijzen of misschien semi-bewijzen, maar ik geloof daar echt in als het gaat over leertijduitbreiding. De vakkrachten die bij ons de leertijduitbreiding doen, die maken van tevoren een opzet met wat is het doel, zeg maar een draaiboek. Hè? Wat is het doel? Ja. Wat gaan kinderen leren? Hoe evalueer ik met kinderen? En er staat ook de vraag in, heb je met kinderen geëvalueerd? Wat voor feedback heb je voor kinderen gekregen? Wat voor feedback heb je kinderen gegeven? Dat deel, weet je wel, van feedback geven, feedback krijgen, hebben we het nog niet over gehad. Maar ik denk dat dat zo belangrijk is. Maar ik, ja, dus... Dat zou ik belletje drukken. Feedback geven is goed. Een doordacht onderwijsconcept maken, nadenken over je ontwerp, maar ook dan aanspreken, feedback geven, successen vieren, aanspreken en verbeteren. Belangrijk punt wat Jan noemt. Dat is misschien een snelle vraag, want niet voorbereid, maar als je hem zo hoort, denk je dat dat ook... Nou ja, ik ben ooit begonnen met psychologie studeren. Hè? Dus daar, ik ben als psycholoog afgestudeerd. Nou ja, daar weten we allemaal van dat stimulus-respons, het belonen van gedrag, is zeer effectief. Mits je daar ook natuurlijk weer een aantal randvoorwaarden doet. Dus ja, volgens mij het geven van feedback, dat is wel bewezen dat heel belangrijk is om gewenst gedrag te bevorderen. Ja. Nee, dus daar, we weten een heleboel dingen niet, maar dat weten we wel, dat goed werkt. Maar goed, daar zijn natuurlijk wel ook een weer vervolgens van hoe geef je dan die feedback. En op wat voor manier, hè? We weten ook wat straffen, dat toch weer minder effectief is dan belonen. Dus, wat dat betreft blijft die pedagogiek en de koppeling tussen pedagogiek en didactiek in die leertijduitbreiding heel cruciaal. Ja, en jij zegt eigenlijk van ja, aanspreken, successen vieren, groei door feedback te geven, een heel belangrijk element in jullie werkpraktijk. En ik denk ook voor kinderen moet het verschil tussen school, in school en na school, noem leertijdverlenging na school, dat verschil moet zo klein mogelijk zijn. Weet je, voor kinderen zouden eigenlijk, of dan voor school is, of in school of na school, dat eigenlijk zou de pedagogische, didactische lijn zou gewoon hetzelfde moeten zijn. Maar ja, dat is, nou ja, als je het over toekomstbeeld hebt, hè, dat zou zo mooi zijn dat inderdaad één lijn is. Ja. Maar dat is wel, ik vind dat een heel interessant punt wat we in deze podcast aanraken, dat er dus minder verschil moet komen tussen die leertijduitbreiding, dat er een doordachte verankering moet zijn van wat je eigenlijk doet gedurende die dag met al die leerlingen. Ja, dat klopt. En ik noemde eerder dat experiment wat van 2009 tot 2013 is geweest, waar toen op 27 plekken in het land met onderwijstijdverlenging is geëxperimenteerd. En je zag daar ook scholen. Kijk, we denken nu nog vaak, hè, van gaat van 9 tot 3 ga je naar school, van 8:30 tot 3 en daarna heb je nog anderhalf uur leertijdsverlenging. Ja. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook initiatieven waarbij ook wel onderzoek waarvan men zegt van ja, maar is dat wel de meest effectieve tijd om te leren, zeg maar. Hè? Ja. Voor heel veel leerlingen geldt dat ze misschien juist aan het eind van de middag, hè, dat je een soort middag, hè, bioritme scholen had je op een gegeven moment ook. Dus je zag ook scholen waarbij ze, dan moet wel iedereen meedoen, maar dan kan je ook die tijd ook wat creatiever indelen. Dan ga je misschien bijvoorbeeld tussen 12 en 2 ga je iets heel anders doen. Ja. En dan ga je vanaf 2 uur weer wat anders. Dus, maar dat vereist wel inderdaad, dat het dus, nou ja, want dat kan je niet zeggen van de ene helft van de leerling doet het wel en de andere niet. En dat vereist inderdaad een goede afstemming ook met wat Jan net ook al zei, van dat dus dat die pedagogisch-didactische lijn dat goed doorloopt. Ja. Maar dan kan je hele leuke varianten daarop maken. Spannend, wat dat betreft is het heel boeiend om de toekomst te blijven volgen. Dit is het ontwikkelen. We zijn eigenlijk pas net begonnen wat dat betreft, om die verankering goed neer te zetten. Ja,
Ja. Ja, dus zo voel ik dat ook. Ja. 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 Leuk, Jan en Tom. Bedankt voor jullie tijd en dat jullie in de podcast willen komen. Ja, wat weten we nou wel, wat weten we nou niet? We hebben volgens mij een aantal thema's wel besproken. Hè. Dat is het lange termijn focus, dat je verbinding houdt met het kerncurriculum. Dat je feedback geeft, ook op de positieve aspecten. En dat je ook dat het ook nodig is om naar de structuur van je organisatieconcept te kijken, om het te organiseren. Dat zijn even wat punten die ik er zo, zo uithaal. Wat zijn wat jullie betreft sleutelwoorden van deze aflevering? Kwaliteit. Kwaliteit. Ja, kwaliteit. Kijk. Ja. Gaan voor kwaliteit, Ton? Ja, kwaliteit. En misschien ook, want we zitten hier ook voor het doel dat mensen ook meer gebruik gaan maken van wetenschappelijke kennis. Ja. Dus misschien dat ik dat nog als laatste zou willen noemen, is ook echt evidence-based of evidence-informed aan de gang gaan. Ja. Hè? Want je kan wel op je onderbuikgevoel afgaan, maar kijk vooral ook wat werkte nou wel en wat werkte dan niet. Nou ja, daar is ook de website onderwijskansen.eu voor in het leven geroepen. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus, dat je, dus met alle goede bedoelingen, maar kijk ook vooral, want we zijn er wel net mee begonnen, maar we weten inmiddels ook al heel wat. Ja. Hè? En maak vooral ook gebruik van die kennis die er is, zodat je dus niet zomaar maar wat doet, maar dat je dat doet op basis van in ieder geval met enige waarschijnlijkheid is het aan te tonen dat het ook echt werkt. Kijk, en blijf evalueren, zodat onderzoek ook iets is wat je gedurende het proces kan blijven doen. Nou, prachtig slotwoord. Ton, tot slot, dit was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check zeker even www.onderwijskansen.eu. Daar vind je meer informatie ook over dit specifieke thema. En dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad, OCNW en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Ik wil mijn gasten Ton en Jan hartelijk danken voor jullie aanwezigheid in de podcast. En vergeet je niet te abonneren op de podcast en dan mis je niks. Tot de volgende keer.